Jongens, kennen jullie hem nog? Hoi. Show off een computer doen. Of kom je voor. Piep! Knip! Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Drukke studio movements, alles wordt verhuisd, want wij springen natuurlijk op de bandwagon die Pokémon Go heet. Dus Marcel is hier. Marcel is natuurlijk elke week. Voor het e-sports nieuws. En gaat naar zijn eerste. Wat wordt het eigenlijk? Ja, een top 5 eigenlijk gewoon. Wat je moet doen voor, om Pokémon sterk te worden en zo. Ja, want jij bent echt te fucking goed, hè? Ja, zeker. Baas, Pokémon baas. Gymleader, alles. Ben je gymleader? Ik moet mijn Twitter eigenlijk aanpassen naar het verslagen van gyms. Baas bij Pokémon. Dat is echt waar. Mooi. Nou, dus gaan we nu. Gaat hij dat in de praktijk brengen? Dit is echt te belachelijk voor woorden. Wij zitten gewoon hier goede frack op te nemen. Wat is meneer Lennart van Alem weer aan het doen? Ja, dude, er zit een fucking Magikarp hier binnen in de studio. Maar een Magikarp is helemaal niet bijzonder. Ja, maar ik wil een Gyarados, dus... Oké. Okay. Ik heb hem... Ja, je hebt hem. Gefeliciteerd, man. Dank je. Maar dit is hoe het nu gaat. Die hele shit-Pokémon, die beïnvloedt ons leven gewoon. We worden gewoon niet meer gewerkt ook. Vreselijk. Sinds inmiddels anderhalf jaar hebben wij bij Gamerset het programma Gamerset Gear. We hebben wekelijks de laatste tech gadgets en gear bespreken. En Tom heeft deze hele mooie auto. Dat is een Opel. Opel? Dat is een Toyota Starlet. Toyota Starlet. Het is beter dan dat ding wat daar rijdt nu. Dat is in ieder geval één. In ieder geval sneller. Ja, dat sowieso. Minder vertraging. Maar we hebben een nieuw review product van Asus. En ik denk dat dit het grootste product is wat we ooit hebben ontvangen. Kijk, dit ding is gewoon de helft van mijn body gewoon. Het is een enorme Asus super breed beeld 4K scherm. 34 inch. 34? Volgens mij. Maar goed, nou komt natuurlijk de equation. Past dit in mijn kleine hatchback? Ja, dat is dus het ding. Dus als jij even de sleutel pakt, dan gaan we kijken hoeveel we komen. Anders dan binden we hem wel om, denk ik. I guess. Wat? Toen zo'n hit van LP's en zo. Een stapel LP's dat die... Gewoon midden op de weg denkt van, ik heb zin in goede muziek. Laat ik even browsen in mijn LP-lijst. Hoeft het vandaag een Rod Stewart of niet? Rod Stewart, dat is vet. Hij is de postbode. Ik ook live postbode erbij. Ik voel me een beetje rot vandaag. Ik denk zeker dat het niet lukt trouwens. Ik hoor het niet. Oh god. Nee toch. Nice, Daan. Goed gedaan. Oh. Is dat een rare post? Oh, huiszoekingsbevel. Wordt er uitgezet. Dat ben ik helemaal niet. Sylvia Dekker. Dat ben ik ook niet. Maar dat is mijn artiestennaam. Nou, laten we het doen. Wacht, ik moet even mijn speakers nog eraf halen. Zo, ik moet de hoedenplank nog... De speakers die aangesloten staan op de LP-speler in de auto. Ik wou dat ik een LP-speler altijd had. I know that you had it though. Nee, dat moet zeker lukken. Ja, dat lukt. Dat is trouwens. Maar dat is gewoon... hoe bizar dat je voor een beeldscherm van je auto helemaal moet. Ja, oké, wacht. Nee, ik denk wel dat die... Kan het er zo in? Natuurlijk. Past die erin? Zijn we erop? Wat doen thuis straks, jongen? Ik hoop voor je dat Jessica er is. Ik hoop voor me dat ik niet beroofd word in mijn wijk. Want het is wel een ghetto, dus dit gaat zo uit mijn handen gegrist worden. Ja, maar dan is die LP's ook wel gepakt hoor. Je weet hoe hangjeugd wil echt Rod Stewart natuurlijk. Dat is ook een ding. Hey, het past. Dus ik ga een enorme Asus monitor reviewen. Cheers, gezellig, leuk. Wat willen we ervan weten? Waarschijnlijk hoe mooi die is. Nou, dat gaan we zien. Yay! Yay! Jongens, ken je hem nog? Hoi. Yo, Johan. Hey, van computerbestel.nl. En die komt even langs om... Hier, check dit. Even al mijn fucking vette gear even te laten zien. Dus we gaan lekker VR gamen vanmiddag. Tom, kun je mij vertellen wat je aan het doen bent? Ik ben met verf in iemands gezicht aan het spuiten. Nice. Misschien moet ik dat verf weghalen. Ik ben mensen in het gezicht aan het spuiten. Oké, okay, en hoe voelt dat? Geel. Mooi. Het zijn alleen wel clowns, dus dat is niet echt mijn fetish, maar oké. Okay. Je hebt niks met clowns? Ik heb niet zoveel met clowns, dit. Okay. Ik vind niet zo heel sexy. Bassie in een plassie. Nu een beeld erbij. Nou, ga eens even spuiten, Tom. Lekker. Oh,
Oh, weet je wat? 2 is gezegd. Fantastisch, dit. Oké, hit me op. Die geluidjes ook. Oh, wait, nog meer. Is dit ook weer? Wacht, zeker. Yeah, boy. Oh, oké, okay, yeah. Oh, deze is heel anders dan die andere boogschieter. Geeft die jongens wat verf, geeft die jongens een HTC en het is gelijk. Spuiten! Daan was net al aan het melken. Daan was aan het melken, echt? Daan! Ja. Hey, kijk, wow. Aan. Het mooie is, je kunt ook alles met hem flikken, omdat hij nou toch in zijn eigen wereldje zit. Ja, dat is ook zo. Broek uit, broek uit. Oh my god, zo schattig! Ah. Oké, okay, dat je een volwassen man naar de grond ziet, zeg maar, een soort van huilen. Oh my god, hij kratte zijn oor! Oh my god. Oh, I love you, man. Cute. Come on. Jullie kunnen echt niet voorstellen hoe blij ik ben in mijn leven. Oh my god, boys. Mijn wappie, joh. Dit is het schattigste ding ooit. Kijk nou naar je penis, hè. Oh ja. Oh, het lijkt alsof ik iemand aan het aftrekken ben, volgens mij, maar dat maakt helemaal niet uit. Oh. I love you. Oh, hij is zo schattig. Oh, ik kom op, we pakken deze. Hey, ben je die? Oh my god! Ah! 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 Oh my god! Dat doe je katten niet, hè? Oh, dit is het beste ooit! Kiek hem gaan! Oh, kom maar jongen. Oh, nee, ik kan er niet op. Oh. Nou is Tom een portal-achtige demo aan het spelen voor de HTC. Maar omdat je die kamer natuurlijk moet beveiligen, dat niemand de trap afdondert, hebben we nu de playseat even voor de trap gezet. Want hij is wel een rare beweging aan het maken, die guy. Wist jij nu niet, maar dat heb je net wel gezien. Oh god. Het is gevaarlijk, hoor. Moet je op letten. Jongens, het is nog heel erg vroeg op GDSU, dus er is nog niemand. Maar bedankt voor het kijken van deze 52e vlog. We bestaan een jaar. Volgende week hoop ik een nieuwe tune te hebben. Dat zou erg vet zijn. Maar ik ben nog even aan het nadenken over wat precies, maar ik weet het nog niet. Anywho, bedankt voor het kijken. En bedankt ook sowieso voor het kijken deze week. Ik zeg dat we 30.000 views hadden op onze eerste vangst in Pokémon Go. En er gingen ook wat video's over de 5.000 views. Kortom, super awesome. Thanks daarvoor. Hou dat vast. Wij gaan deze zomer gewoon door. Alleen ga ik volgende week wel naar een hutje op de hei met familie. Dus ik weet niet zo goed hoe groot de vlog volgende week zal worden. Maar goed, we gaan gewoon proberen. Ja, mijn moeder wil niet in de vlogs. Dus dat is een beetje lastig filmen in familiaire aangelegenheden. Maar goed, misschien willen mijn Ierse oom en mijn Ierse neef en nichten wel. Maar goed, we zien het volgende week. Bedankt. Check even die like. Check even die reacties. Geef een reactie of je het tof vond als je dit op Gamersnet checkt. En tot volgende week.